Ik ben nu in La Marca. Misschien kun je de auto heen zien, het groene landschap. Ik kan even kijken of ik er bovenlangs kan kijken. Het is prachtig weer, 24 graden. Ik ben vertrokken uit Val Tournanche. Franse uitspraak, dramatisch. In Italië moet je het Italiaans uitspreken, vind ik, maar het is niet anders. We zijn onderweg naar Vieste, ongeveer 1000 kilometer. Ik heb natuurlijk ook een heleboel huizen hier in La Marca. Eigenlijk mijn hometown. Hè. Ik ben jarenlang hier gewoond. Op de terugweg gaan we hier huizen bekijken en mooie foto's en films maken. Nu rijden we door naar Puglia, naar Vieste in de Gargano. We komen ook door Abruzzo heen. Op de terugweg gaan we ook Abruzzo ook nog een keer aandoen en dan kun je er meer van zien. We zijn in de Gargano, het schiereiland van Puglia, het grootste deel van Puglia. Ik ben aankomen rijden met mijn auto, ik deed mijn kap los, kap eraf. Het begon gelijk te regenen. Dus het weer is niet helemaal optimaal, maar het is wel prachtig. Het geeft wel een goede indruk van hoe het hier eruit ziet. Achter mij ligt Rodi. De Gano is een ideale plek om actief vakantie op te houden. Je kunt duiken, surfen, mountainbiken, door het bos soorten, rennen, wandelen mag ook. Erg mooi. Het is nog ongeveer een kilometer of 30 naar Vieste. Daar gaan we het PV 1130 gaan bezoeken. Het staat op de site, je kunt hem opkijken. Erg leuk parkje. We gaan eens even kijken of we daar leuke films kunnen maken. En beter kunnen begrijpen wat dat park precies inhoudt.